Ja, we gaan naar dat hele verrassende ijsdansen. En dit paar zien we misschien wel voor het laatst samen. Elena Ilinich en Nikita Katsalapov. Want persberichten doken op dat zij zou gaan dansen met Ruslan Shiganshin. Ze werden vierde hier nadat ze dus de korte dans, dat die mislukte. En ze wonnen de vrije dans. Toch reikte dat slechts tot plaats vier. Elena Ilinich, Nikita Katsalapov. En ik hoop nog steeds dat de persberichten vals waren, niet correct. Het is nog niet bevestigd door de Russische bond, hebben we begrepen. Want wat zou het zonde zijn als dit koppel uit elkaar gaat. Vooral ook onbegrijpelijk na het winnen van de bronzen medaille op de Olympische Spelen. Ja, het lijkt het vaak gezegd. Never change your winning team. Het lijkt een gouden combinatie voor de toekomst juist. Waarom zou je dat uit elkaar willen halen? Maar misschien zijn er andere dingen die meespelen. Misschien ligt dat in de persoonlijke sfeer. Je weet het maar niet.